Dank u, voorzitter. De heer Sjoerdsma heeft het over de aanvallen op de pijpleiding. Dat is mijn vraag. Veel experts zeggen dat Rusland daar mogelijk achter zit. En is D66 ook van mening dat Rusland wellicht achter die aanslagen zit? Heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. D66 heeft niet de middelen om eigenstandig onderzoek te doen naar die pijpleiding. We hebben helaas niet de onderwaterdrones of de inlichtingencapaciteit om dat zelf te verrichten. Tegelijkertijd zegt bijvoorbeeld een zeer belangrijke bondgenoot van Nederland in de Europese Unie en binnenkort ook in de NAVO, namelijk Zweden, dat zij wel het bewijs hebben wie dit heeft gedaan en dat het bewijs erop duidt dat Rusland dat gedaan heeft. Ik heb geen reden om daar nu aan te twijfelen. Heer Van Houwelingen. Dank. En wat zou dan, om dat toch even op door te gaan, wat zou het motief kunnen zijn van Rusland om zijn eigen pijpleiding op te blazen? Heer Sjoerdsma. Wat denkt de heer Van Houwelingen zelf? U kan u. Heer Sjoerdsma. Nee, voorzitter, ik snap überhaupt de vraag niet. Ik snap niet wat de heer Van Houwelingen wil weten, wat het motief zou zijn van Rusland. Ik bedoel, ik kan hem vertellen wat Rusland op dit moment doet. Ze voeren een nietsontziende oorlog in Oekraïne en ze zullen er alles aan doen om diegenen die Oekraïne steunen, nou, dat is uw partij niet, dus u hoeft zich geen zorgen te maken, maar diegenen die Oekraïne steunen, elk land dat Oekraïne steunt, het leven zo moeilijk mogelijk te maken. En dat kan gaan in de vorm van tegensancties, het stoppen van het leveren van gas, maar ook inderdaad het saboteren van vitale infrastructuur, of dat nu gaspijpleidingen zijn, telefonie, internetpijpleidingen. We hebben daar niet alleen nu tijdens deze oorlog, maar ook in het verleden vele malen voorbeelden van gezien. En ik weet dat de heer Van Houwelingen dat niet zoveel uitmaakt, omdat zijn partij een groot voorstander is van wat Poetin op dit moment in Oekraïne allemaal doet. Maar mijn partij vindt dat zeer zorgwekkend. Heer Van Houwelingen. Ja, er komt dus geen antwoord. Het is wel zorgelijk. Ik ga het nog een keer proberen. Als u gaat er nu vanuit, blijkbaar dat mogelijk Rusland die aanslag heeft gepleegd. Hè? Dat blijkt dan uit het onderzoek van Zweden. Normaal als je een aanslag pleegt, moet je daar een motief voor hebben. Hè? Dat is vrij gewoon. Dus mijn vraag is dus, wat zou het motief nogmaals van Rusland kunnen zijn om zijn eigen pijpleiding op te blazen? Een pijpleiding waar gas doorstroomt, dat in Moskou met een druk op de knop kan worden uitgeschakeld. Kunt u één motief iets bedenken? Heer Sjoerdsma. Nou, voorzitter, als Moskou met één druk op de knop de gaskraan had kunnen dichtzetten, dan hadden ze misschien kunnen voorkomen dat er de uitstoot uit die kapotgemaakte pijplijn ter waarde van de jaarlijkse uitstoot van Denemarken nog was ontsnapt, terwijl die pijplijn was geraakt. Die hadden ze dan in één keer stuk kunnen zetten. En het feit dat dat niet is gebeurd, noem ik maar als één voorbeeld, als één kleine aanwijzing voor de meneer Van Houwelingen, dat erop duidt dat Rusland erachter zit. Elk ander weldenkend land die geconfronteerd zou worden met zulke schade aan een eigen pijplijn, zoals de heer Van Houwelingen zelf zegt, had onmiddellijk die kraan dichtgedraaid. Had onmiddellijk geprobeerd secundaire schade te voorkomen. Dus laten we alsjeblieft, in deze zaal dit soort verdedigingen, dit soort zoektochten, als die van de Forum voor Democratie niet al te vaak meer zien, laten we gewoon duidelijk zijn over wat hier gebeurt en ook wie op dit moment het gevaar vormt voor de veiligheid en vrijheid hier in Europa. Voor onze energievoorziening en voor de vrijheid van de mensen die hier wonen en werken. Laatste vraag, de heer Van Houwelingen. Ik constateer dus dat de heer Sjoerdsma geen enkel motief kan noemen. Er zat gas in die pijpleiding, er kwam er nog uit. Dat is logisch, maar natuurlijk kan Rusland die gas toevoer stopzetten. Sterker nog, D66 heeft keer op keer in debatten zoals deze gezegd van Rusland santeert ons met gas, met het afsluiten van gas. Dus u heeft geen enkel motief kunnen noemen waarom Rusland gedaan heeft en toch gaat u ervan uit dat Rusland gedaan heeft? Dat is absurd. Heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, de heer Van Houwelingen wil mijn antwoorden niet horen. En hij wil ze niet horen omdat ze hem niet bevallen. En ik snap dat wel als je een partijleider hebt die zo verheugd is met Poetin, dat je filmpjes opneemt dat hij de Dark Knight zou zijn, dat het fantastisch is dat hij de globalisten aanvalt, dat het briljant is dat hij al die burgers doodt, dat je dan toch in deze zaal nog iets moet zoeken om het maar ergens anders over te hebben. Ik vind het zelf een treurige poging.